Hey, ik ben Nathalie en vandaag ga ik een zalmpannetje in de airfryer maken. We beginnen met groentjes te snijden. Ik ga stelder gebruiken en prei kan je eerst even goed spoelen. En die mag je gewoon in ringetjes snijden. Zo. Lik je olijfolie in je bakmandje. Niet te veel. Heeft het niet nodig. En dan mag daar de selder al in. Dan ook nog twee preiwitten gebruiken. Ook die altijd goed even spoelen. Tussen die dingetjes hier door. Vind ik nu eens een super lekkere groente, c'est prêt. Dat is eigenlijk een beetje ondergewaardeerd, maar de basis van veel goede gerechten. En er mag zeker nog een stukje groen bij, hè? Want we snijden het altijd weg, toch vaak, maar er zit ook heel veel smaak in. Peperzout en dan gaan we dat al 10 minuutjes in een airfryer zetten. Dat er allemaal eens door. Dat goed mengt. Klinkt raar, maar we gaan subiet de zalm aan toevoegen, maar ook rozijntjes. Die rozijntjes gaan we eerst wellen. Dat wil zeggen dat die terug een beetje water gaan opnemen. Dus je mocht die gewoon onder een bodemje warm water. En die eigenlijk hun eigen vol met vocht zuigen en dan gaan die nog meer smaak afgeven. Dus je gaat hem gewoon even laten staan. We hebben hier peterselie, dille, zwarte olijven en anchovies. De kruiden gaan we allemaal grof hakken. De dille ook. Je mag een paar takjes opzij houden voor de afwerking. En de olijven die mag je ook grof hakken. Nu, ik heb geen koolhydraten bij dit gerechtje, maar je kunt hier perfect nog een gekookt patatje bij geven. Een stukje stokbrood. Kan perfect, hè? Beetje gekookte rijst. En er mag dus ook een anchoviesje bij. Let hiermee op, dat is best zout. Hè? Dus begint met zo 2 of 3. Dat lijkt me al voldoende. Dit gaan we in anchovies samen met de kruiden en de olijven toevoegen. En die gaat eigenlijk helemaal wegsmelten in je stoofpotje. En gaat al zijn smaak afgeven. Zo. De prei en de selder die hebben hun eerste garing al gehad. En nu kunnen we daar de kruiden aan toevoegen. De olijven. En ook de rozijntjes, die hebben nu wat vocht opgenomen. We gaan die eigenlijk gewoon zo afgieten. Laat dat vocht maar zo door je vingers gaan. En ook een paar rozijnen. Voilà, dat mag erbij. Is goed roeren. Die anchovies is er ook mee ondergegaan, maar ik ga er nog wel een klein beetje peper bij doen. Dus zout zou ik niet meer doen. Voilà, nu we eindigen met de zalm. Kunt u er eigenlijk zo gewoon inleggen. Of in stukjes of in blokjes snijden. Voilà. Maar dat past ook perfect zo. Dus we geraken zo 2 van die grote stukken in. Klein beetje olijfolie erop. En op de zalm mag je wel nog een beetje peper en zout. En nu mag dat terug in de airfryer.
Zo, je zalm is perfect gegaard. Ik heb intussen ook een klein beetje boter gesmolten voor de afwerking. We gaan ons zalmje namelijk nog een klein beetje pimpen met saffraan. Niet te veel, want dat geeft wel een hele sterke smaak. De zalm gaan we op ons bordjes leggen. Met al onze groentjes erbij. En dan mag er nog een beetje van die saffraanboter over. Zo, ze. Nog een tof servetje erbij. En dan hebben wij op minder dan 30 minuten een heerlijke zalm uit een airfryer getoverd. Smakelijk!